Geen World Cup voor Oranje. Nederlanders op de Europese Tour pakken laatste strohalm. En de FedEx Cup nadert zijn ontknoping. Mijn naam is Martin Peelig en dit is Golfers Magazine TV, 21 september 2009. Het zat er al een beetje in, maar nu is het kogel door de kerk. Oranje gaat niet naar de World Cup. Tot zijn grote frustratie is Robert-Jan Derksen er niet in geslaagd een teamgenoot te vinden voor de kwalificatiewedstrijd later deze maand. Maarten Lafeber heeft sponsorverplichtingen, de Nederlanders op de Europese Tour moeten hun kaart nog veiligstellen en ook Guido van der Valk heeft besloten om niet voor één wedstrijd naar Europa te vliegen. Om het volgend jaar wat makkelijker te maken is er natuurlijk een oplossing. Gewoon een Nederlander bij de beste 20 van de wereldranglijst. Dan hoef je ook geen kwalificatie te spelen. Bijna was hij er dan, een rondje 59. Nog niet eerder speelde een speler op de Europese Tour een rondje in zo weinig slagen. In het Oostenrijks Open kwam Cabrera Bello ontzettend dichtbij, een 60. Daarmee was hij de 13e speler die dat voor elkaar kreeg. Hij kwam 40 centimeter tekort voor de 59, maar lang zal hij daar niet om getreurd hebben. Want met zijn overwinning stelde hij in één moeite door zijn tourkaart voor 2010 veilig. En zo snel kan het dus gaan op de Europese Tour. Dat het snel kan gaan, dat is iets waar de Nederlanders op de Europese Tour zich de komende weken misschien ook maar aan vast moeten houden. Wil Besseling en Inder van Wereld speelden een goed Oostenrijks Open. Al hadden ze allebei, gelet op het spel van de eerste twee dagen, misschien een wat grotere cheque mee naar huis willen nemen. Maar toch, de bijna 10.000 euro die ze allebei bij mochten schrijven, bracht ze wel weer een stapje dichterbij de top 145. En mochten ze dat in de komende weken nog voor elkaar krijgen, dan mogen ze direct door naar de final stage van Qualifying School. En daar kunnen ze hun kaart natuurlijk ook weer veiligstellen. Koningin Beatrix kondigde het in haar troonrede al aan. Het zijn moeilijke tijden en we zullen allemaal de komende jaren de broekriem een paar gaatjes strakker moeten doen. Zelfs de internationale topgolfers ontkomen niet aan de gevolgen van de economische crisis. Want op maandag maakte de Europese Tour bekend dat de prijzenpot voor de Race to Dubai met 25% omlaag gaat. Dat betekent dat er in november nog maar 7,5 miljoen aan bonus te verdienen is en 15 miljoen in totaal. Nog altijd wel de moeite om voor naar Dubai te gaan. En ik denk niet dat ze in huize Harrington een traan om zullen laten. De Amerikaanse Tour beleeft deze week zijn apotheose in het Tour Championship. 30 spelers zijn er overgebleven en die strijden allemaal om die hele grote hoofdprijs die dit jaar in elk geval nog wel intact is gebleven. Tiger Woods is natuurlijk favoriet, maar ook de andere 30 spelers maken nog kans op het hele grote geld. Ze hebben dit jaar de puntentelling wat aangepast. En dat betekent dat zelfs de nummer 30 in theorie nog kan winnen. Voor u, als volger van golf, zal het betekenen dat de hele tijd allerlei statistiekjes door het beeld schieten en wat welke put voor wie betekent. Zeker als u Sport 1 heeft, ontkomt u daar niet aan. En als u Sport 1 heeft, dan gaat u toch wel kijken. Wij doen het in elk geval. Dit was Golfers Magazine TV. Tot de volgende keer.